We zijn hier de hoogte van de boutjes aan het inmeten die in de woningen geplaatst zijn langs de dijk. Woningen bewegen altijd iets en daarom zijn we in 2015 gestart met het meten van de woningen en het plaatsen van de meetboutjes, zodat we deze normale beweging van de woningen goed kunnen vastleggen en daarna de vergelijking kunnen maken van de beweging als de dijkversterkingswerkzaamheden zijn begonnen. Vlak voordat we starten met de werkzaamheden maken we ook nog van elke woning langs de dijk een bouwkundige nulopname van binnen en van buiten. En deze opname verstrekken we samen met de gegevens van de meetbouwtjes aan de eigenaar van het pand. Zo kan elke eigenaar zien of, uh, uh, wat de zetting is van zijn pand, wat de zakking eigenlijk is en uh, ook wat de bouwkundige status van zijn pand.